Het is een roerige week geweest in Amsterdam en de gebeurtenissen van de afgelopen week laten uiteraard ook de A-selectie niet ongemoeid. Hoofdtrainer Frank de Boer geeft aan hoe de recente ontwikkelingen door hem zijn ontvangen. Ja, ik denk zoals iedereen die Ajax een warm hart toedraagt dat het niet goed is voor de naam Ajax. En dat het heel veel onrust creëert, vooral binnen Ajax. Ja, en dat kan ook niet goed zijn voor... dat is dus nooit goed voor de club, maar uiteindelijk hebben wij er ook mee te maken. Ik denk dat de spelers het zelf minder ervaren, maar je hebt toch met collega's te maken. Ja, en dat is een gespannen sfeer. Ondanks alle commotie van de afgelopen dagen wordt er natuurlijk ook gewoon gevoetbald bij Ajax. Zondag speelt Ajax tegen Heracles Almelo en Frank de Boer kan weer beschikken over alle internationals die hij vorige week kwijt was. Dus ook de rechtsback van Oranje, Gregory van der Wiel, die twee goede wedstrijden speelde tegen Hongarije. We hebben twee belangrijke wedstrijden gewonnen, denk ik. En vooral met goed spel, dus wel goed gevoel. Je speelde zelf erg sterk. In Hongarije heb je 2 assists. Bij Ajax heb je pas 1 assist dit seizoen. Waar ligt dat aan volgens jou? Ja, het is toch andere speelstijl die we doen en andere spelers om je heen en andere tegenstanders ook, denk ik. En, dat alles samen, daardoor komt het eigenlijk. Het defensieve hart van Ajax bestaat zondag niet uit de Belgen Jan Vertonghen en Toby Aldewereld. Vertonghen zit een schorsing uit en Aldewereld is geblesseerd. Kunnen we dan vanuit gaan dat jij speelt? Ja, die vraag moet je niet aan mij stellen, maar ik hoop het natuurlijk wel. Kan toch bijna niet anders? Nee, dat denk ik ook niet, maar je weet het nooit, hè. Zondag wedstrijd tegen Heracles, wat verwacht je van die wedstrijd? Ik denk dat er veel druk op die wedstrijd staat, zeker nadat jij de laatste wedstrijd verloren hebt natuurlijk. En ook met wat er allemaal op dit moment speelt en doet, ik denk dat het heel belangrijk is dat er goed gespeeld gaat worden zondag. Denk je dat alle gebeurtenissen nog invloed heeft op de groep? Ja, uiteindelijk heb je dat natuurlijk altijd, want er wordt toch genoeg over gesproken, over gepraat, het gaat over en weer. En je krijgt natuurlijk ook wel veel mee. De andere kant is, wij moeten ons focussen op zondag. En dat doen we dan ook en dat mag geen excuus zijn. Ja, ik heb ze de afgelopen week ook gezien en ik heb gewoon gezien dat ze heel goed speelden. En de meeste clubs van de mat veegden de afgelopen weken, dus we kunnen zeker een sterke tegenstander verwachten. Zaterdag speelt FC Twente tegen PSV en dat is ook voor Ajax een belangrijke wedstrijd met het oog op de ranglijst. Ik denk dat het gelijkspel het beste voor ons is, in ieder geval dat hoop ik. En, hopen dat dat gebeurt eigenlijk en waardoor wij weer kunnen inlopen. En wat is volgens jou het meest gunstige scenario morgen? Is dat een gelijkspel? Ja, ik denk het ligt eraan wat de wedstrijd hierna gaat gebeuren. Je weet het niet. Wat ik zeg, je kan er 5 uur over praten. Dat heeft allemaal geen zin. Als het gelijk wordt en vervolgens wint nog 1 ploeg alles, dan heb je er nog niks aan. Dus wat dat betreft, rustig aan. Wat er zaterdag ook gebeurt, Ajax moet vooral zelf winnen van Heracles Almelo. En dat is een tegenstander waar Ooijer goed tegen presteert. Uit tegen Heracles maakte jij je enige competitietreffer dit seizoen. Hoe groot dacht jij de kans dat jij je seizoenstotaal verdubbelt? Groot, zondag. Ik scoor altijd tegen Heracles.